dames en heren kijkers en luisteraars. Er circuleert een filmpje waar ik met enkele jongeren sta op Flora. En inderdaad, de indruk wat daar gewekt wordt is absoluut niet goed. De president op Flora. Ja, als met de 100. Ja man. Dat is nog van wie gaat veel. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Maar het is in een spontane situatie ontstaan waarbij ik voorbij reed. Jongeren hadden problemen, die stopten. En toen kwam er een groep. Hoewel de veiligheidsdienst zei van hou jullie afstand, hou rekening met de COVID-situatie. Op een bepaald moment liep het uit de hand, want de een belde de andere. En een hele stroom kwam af. Ik zeg, kijk, zo kunnen we niet praten. Ik heb een groep geformeerd die dan met de problemen, er zijn al een paar geweest, die dan met de problemen op schrift met me zouden komen en we zouden kijken via volkscontact hoe deze zaken opgelost kunnen worden. Maar in algemeenheid bied ik hierbij mijn verontschuldiging aan. Zeker aan het COVID-team en aan het Surinaams volk. Het was zeker geen goed voorbeeld hoe de zaak is overgekomen. Maar gelooft u me, het is geen willens en wetens daar gaan en mensen optrommelen. Het is in zo'n korte tijd spontane actie vanuit die gemeenschap. Maar tegelijkertijd hebben we de COVID-regels overtreden. En dat kun je natuurlijk als gezagsdrager absoluut niet toestaan en het is afkeurenswaardig. We bieden onze verontschuldiging aan aan de hele Surinaamse gemeenschap. Ja, als met de 100. Ja man. Ja. Dat is nog van wie gaat spelen. Ja. 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 Maar tegelijkertijd hebben we de COVID-regels overtreden en dat kun je natuurlijk als gezagsdrager absoluut niet toestaan. En het is afkeurenswaardig. We bieden onze verontschuldiging aan aan de hele Surinaamse gemeenschap. Metade de grande aí.